Oh, wat lekker zeg. Is je boy Imadlifts op je beeldscherm en welkom bij een gloednieuwe video, boys. Vandaag zijn we maandag. Maandag, sowieso beste dag van de week, man. Maandag, je begint fris, je hebt er zin in, nieuwe doelen, nieuwe week. Je kan niks opfokken, alles heeft een nieuwe start. Elke dag is eigenlijk een nieuwe start, maar op maandag is dat sowieso anders. Vandaag is die ene dag dat jij ging starten, maar waarschijnlijk nog steeds niet bent gestart. Nee, dat is eigenlijk niet van toepassing bij mijn kijkers. Ik weet, jullie zijn soldaten, bro. Jullie zijn in die gym, jullie zijn aan het knallen. Mooi, boys, wat is de planning vandaag? Vandaag gaan we een dikke chest sessie knallen. Eigenlijk een upper body sessie in Basic Fit, Geel weer. Ik weer met Parsley trainen. Jullie hebben hem afgelopen 2 video's gezien. We gaan weer kapot maken. Ik heb er zin in. Nu moet ik me even klaarmaken. Hij staat eigenlijk al voor de deur, dus laten we snel doen, man. Maar kijk, er is nog even iets belangrijks. Voor wij naar buiten gaan, boys, druk even op die abonneerknop, man. We moeten even richting die 5000 gaan. En ik weet het, ik zeg het altijd op het einde van mijn video, maar sommige van jullie motherfuckers kijken niet uit, man. Dus hey, stop even de video, ga abonneren. En dan kan je terug genieten, man. Ja, man, dat is nieuwe doelen. Zie je? Je bent goed bezig, jongen van me. Je bent goed bezig, man. De video komt straks online van die 100 comments. Hè. Misschien nog de laatste keer dat je nog kan genieten, man. Geniet er nog even van, man. Don't be like Parsley on this Monday, man. Jij kunt echt niet eten, bro. Wat is dat, man? Ben jij serieus, bro? Bro, je bent te laat. Are you serious right now, bro? Pars, vertel die mannen wat er is gebeurd, man. Ik wil niet eens vertellen. We waren vertrokken, Pars was aan het rijden, we zijn bijna in Geel. Ik ben mijn oortjes vergeten, ik zeg tegen hem, bro, er is geen kans dat ik naar de gym ga zonder oortjes, man. Dus ja, man, we zijn terug naar huis aan het gaan. My bad, man. Bro, ik heb daar niks aan, hè. Eindstand, ik moet nog steeds rijden. Ja, je hebt gelijk. Oh, ik zeg my bad, bro. Ja, oké, maar wat is dat voor extra? Ja, je hebt gelijk. Ticket, komt goed. Mijn tijd is nog steeds verspild. Ja, man, dat is waar. Ik heb net mijn pre-workoutje gedronken. Vandaag is het echt maaiek lekker weer, man. Ik zeg jullie heel eerlijk, niks beter dan de dag gewoon starten. Allee, eigenlijk is het al middag. We hebben een paar calls gedaan in de morgen, maar niks beter dan gewoon na jouw werk, na de dingen die je moet doen in de ochtend, gedaan te hebben, gewoon in het zonnetje naar de gym gaan. Wauw, man. De zon geeft jou sowieso een betere moed, dus vandaag gaan we sowieso een dikke sessie knallen, man. Let's go. Oké, intussen ben ik warm. En wat gaan we nu vandaag eigenlijk doen? Vandaag gaan we werken naar een single op RP7 tempo. Een tempo van 3-1-0, dat betekent 3 seconden zakken, 1 seconde pauzeren. Kijk, wat ik ga doen vandaag is ik ga gewoon 160 kilogram doen als laatste warm-up. En dan ga ik kijken of 170, 175 of 180. ...140. Ik zeg jullie heel eerlijk, wanneer ik hier train, neem ik meestal de jump van alleen basic fit van 100 naar 120 en dan naar 140. En aangezien ik op rode plates gewoon 70, 120, dan 150 doe, bro, fuck it, man. Die warm-up is niet meer nodig. Ik ben nu op een puntje gekomen dat zelfs 120, ja, als ik gewoon genoeg reps doe in mijn opwarming, met, in basic fit dan toch, met 60 en 100, dan kan ik gewoon naar 140 jumpen. Ik denk dat belangrijk is, neem niet dezelfde jumps als mij. Pak gewoon iets dat comfortabel voelt, lekker voelt. En zorg dat je goed opgewarmd bent voor je topset, man. Deze gaan we gewoon 1 keertje doen. ...160, deze gaat mijn laatste warm-up zijn, dus ik moet sowieso gefocust zijn bij deze. Want hoe sneller die move, hoe meer ik kan loaden. En je weet nooit hoe zwaar we gaan, dus. Light work, man. Yes, man, 160 ging gewoon fucking vlot. Ik ga gewoon 180 loaden, fuck it, man. Ik moet gewoon fucking sterker worden. Ik zeg jullie heel eerlijk, een teamgenoot van België, Jonathan, hij is nu ook 105 open. Ik heb hem 210 zien benchen. En je zou ook kijken, er zijn sommige mensen die denken, shit, hij bencht 210. Wat moet ik nu doen? Nee, bro. Ik zie dat juist als motivatie, snap je? Zo'n dingen pushen mij meer om sterker te worden. Ik ben blij voor hem. Ik ben blij voor iedereen die gewoon vooruit gaat. Want hoe hoger het level wordt, hoe beter het kan worden. Dat is iets wat ik weet. En vandaar celebrate ik iedereen's win, man. Maar nu 180 tempo, we gaan het laten lukken, man. Light work. Lekker, man, dat is wat we willen zien, man. Ik ga nu even mijn set bekijken, checken. Hey, tempo was clean, man. Even kijken wanneer ik push. Smoke, 180 was gewoon fucking easy, man. Ik denk dat als we deze goed kunnen aanhouden, ik sowieso binnen 2 weken op een 190 tempo zit. En tempo, daar bereid je ook goed voor comp, snap je? Tempo, je moet sowieso al trager zakken, dat is veel zwaarder. En op comp heb je die variabel niet, dus ik maak me alleen zwaarder op training om het gemakkelijker op wedstrijd te hebben, man. Wat we nu gaan doen is, we gaan 3 sets van 2 knallen, ook tempo met 160. Parsley gaat barkie incline proberen. We gaan zien hoeveel hij met camera kan doen. Let's go. Niet stressen, bro. Dat is gewoon barkie, bro. Kom op. Easy. Hey, pas op voor mijn mics, man. Op, op. Maak af. Mijn schouders zijn ontzettend nu. Toen ik die uit had gepakt, joh, voor de zon. Dat gaat sowieso zijn ego raken, want heeft hij net voor 3-4 gedaan. Nu ik zet de camera aan, hij doet hij voor 1. Dat is live, bro. Derde set en ook laatste set. Let's go, man. Wow. Topset 180 tempo. 3 backdowns met 160 voor 2 tempo. We zijn er aan het komen, man. Die 200 is niet ver meer, man. Gepauzeerd alleszins, want hier heb ik al eens 200 touch en go gebenched. What the fuck is bro doing, man? Hoe noemt je oefening, bro? Ik heb nog nooit zoiets gezien, man. Boys, laat in de comments weten, hoe noemt deze oefening, bro? Ik weet niet wat aan het doen is, man. Jij bent aan, man. Jussi, hoe kent jij die oefening? Bro, dat is crazy, man. Die oefening is gek, man. Weet je, waar heb je die gevonden? Op internet of zo? Nou, man. Je hebt die gewoon zelf... Bro, ik heb die hieruit gevonden. Ja. Hey, boys, dus ik heb een paar aanpassingen gedaan. Ik heb sowieso die kabels lager gezet. Ik heb die bank wat hoger gezet. En ik heb het gewicht ook wat zwaarder gezet, want zwaar gaat de Parsley niet, hè. Allee, let's go. We gaan tussen de 8 en 12 herhalingen opzoeken. En een goede squeeze. 18. Oef, ik zie jou kijken, maar durf jij zelf de gewicht te pakken of niet? Geef die aan. Moet ik uitgeven? Oké. Okay. Hij wil zelf de gewicht af mij pakken. Hé, hey, rustig, ga niet vallen. Niet vallen, broer. Rustig. Tranquil, broer. Allee, let's go. Hey. Hey. Bro, squeeze die. Naar voren, niet naar beneden. Ja. Squeeze, hou. 4, kom op. Zo, nog 8, nog 8. Niet stoer doen, bro. Wacht, hè. Keep the same energy. Keep the same energy, bro. Bro, is kapot? Easy. Nog 8, bro. Oké. Keep the same energy, bro. Kom op, nog 6. Met squeeze, waar is die squeeze? Nog 5, keep the same energy. Is easy, toch? Niet trillen, bro. Niet trillen, rustig. Rustig, bro. Nog 4. Keep the same energy, nou. Oké, nog 4. Keep the same energy. Daarom, niet brad, boys. Dit zijn die brad mannetjes. Pak. Daarom, je moet niet praten, bro. G, dat we ongeveer op dezelfde kracht zitten is crazy, dus. Ik heb net 106 gebenched. En je zegt bijna dezelfde kracht helemaal niet, bro. Ja, maar hier wel blijkbaar, hè? Ah, je zet er nog 2 zwaarder bij. Je ziet, jij wilt met mij spelen, bro. Dan zetten we 2 zwaarder, dat is geen probleem, zo. Allee, let's go, man. Hij praat, maar hij doet niet. Ik praat, ik ga zwaarder en ik ga doen. Bismillah. Allee, let's go. Heb je het? Geen probleem. Bismillah. Focus. 3. Focus. Adem. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pak hem met die trillen, man. Hey, pak. Wow, yo. Dat is tot 2 uur trainen, man. Oké, maar nu is de vraag, ga je met dezelfde doen of niet? Bro, zet de camera neer. Hij gaat deze aangeven. Ik ga laten zien hoe je die dingen doet. Les. Allee, let's go. Helemaal naar beneden. Hè. Up, 1. Moet je ook naar mij kijken? Jalla, kijk. Dik diep, kom op, 3. Kom op. Bro, helemaal naar voren, wat is dat? Je doet naar beneden. Wat is dat? Broer, wat is dat? Brad, man, wacht, ik ga pakken voor je chest scheurt, man. Daarom, man. Hou het niet enkel bij praatjes, man. De volgende oefening die we gaan doen is deze lat pull down. Ik heb die op 93 kilo gezet. En probeer om een goede squeeze op te zoeken en de controle daarover te houden, man. 2 sets van 10. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, dat is een beetje te zwaar, man. We gaan 86 doen. Nog 4. 1. 2. 3, 4. Mooi, shit, man. Op het einde van uw training zijn deze altijd echt humbling, man. 2. Bam. 2, 5, 6. Wat geleid weer, man. Oké, boy, sessie zit erop. Nu gaan we even snel pump checken. Vandaag hebben we dus een upper body day gehad. We hebben gebenched. Oké, bro. Chest flies. Mooi, jullie hebben het allemaal gezien. Dan hebben we op het einde nog een beetje tricep en schouders gedaan. Lateral raises en tricep extensions. En de pump, ja, man, die gaat voor zichzelf spreken. De legendarische pose. Wow, joh. Ik kan geen Nederlands meer. Ik kan geen Nederlands meer, man. Hai. Drop je pose? Drop je pose? Mijn pose? Ja, man. Dat was die pose van 2023, boys. Iedereen weet, deze blijven goated, man. Kijk, boys, gelijk na mijn sessie heb ik dus die vanille protein shake gedronken. Maar kijk, ik ben nu thuis. Bro, bro, dit zijn die fucking pannen dat je moet maken als je wilt groeien, man. En ik kreeg in de comments de vraag van, hey, Imad, hoe maak je die pasta? Die pasta ziet er goed uit. Bro, ik zeg jou, die pasta, ik maak die omdat die zo makkelijk is. Er valt letterlijk niks aan te laten zien, snap je? Het enige wat ik letterlijk doe is, ik laat die pasta koken, dan ik doe daar tomatensaus bij en een blik tonijn, ik meng dat en dat is het. Dus ja, man, in deze kom, allez, in deze grote pan, 500 gram pasta, halve kilo tonijn en tomatensaus. En deze ga ik gewoon over meerdere maaltijden eten. Niet per se allemaal vandaag. Het kan zijn dat ik dit vandaag 2 keer ga eten als ik straks geen zin heb om een andere maaltijd te maken. Maar normaal gezien, hier kun je makkelijk 3 dagen mee, man. Dat zijn 3 maaltijden. Elke dag een maaltijd. Heel simpel, bro. Was binnen de 15 minuten klaar. Daarom hou ik van deze maaltijd, zoals ik zei. Ah, this is my darling, bro. Dus als je wil groeien, broskies... Hieruit moet je eten, man. Hieruit moet je eten. Gewoon blijven rammen. Rammen, rammen, rammen. En dan gaat die bench... Ja, man. Psaha.